Silvano Tjongahing is minister af van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het protocol van overdracht voor waarneming is gisteren getekend, waarmee AWJ-minister Stephen McAndrew nu de leiding heeft over het ministerie. In zijn uitzwaai toespraak zei de ex-minister dat hij het kleinste ministerie achter zich laat, maar ervan overtuigd is dat de staf voldoende is uitgerust om het grote werk dat er te verrichten is succesvol uit te voeren. De regering treft momenteel voorbereidingen om te komen tot de installatie van de Nationale Anticorruptiecommissie. Actoren, waaronder leden van de presidentiële commissie, anticorruptie, betrokken bij dit proces, hebben gisteren met elkaar van gedachten gewisseld over het traject dat uitgezet moet worden. Tot nu toe zijn er 8 personen geïdentificeerd en door het selectie- en screeningsproces gegaan. Daarbij is ook al de bekrachtiging van de kandidaten door DNA achter de rug. Voorlichters van het ministerie van LVV, leden van landbouwcoöperaties en overige belangstellenden hebben gisteren een basistraining in hydrocultuur gevolgd. Hydrocultuur is het telen van planten met water in kassen, zonder aarde als groeimedium, met de nadruk op het voldoen aan de voedingsbehoeften van de planten. Deze hydrocultuurtraining valt binnen het project voor landbouw, concurrentievermogen van de IDB, welke gericht is op het versterken en verbeteren van het concurrentievermogen van landbouwers, met als uiteindelijk doel de verhoging van landbouwinkomsten, productiviteit en export.